Zit jij ook hier? Hoofdklop. De leerlingen van het vijfde en de zesde waren vorige week samen op bosklas in Lokeren. We vroegen enkele leerlingen om een verslag te maken voor het radionieuws. Het volgende bericht is van Geresa en Elida. De leerlingen verbleven in het verloren bos. Het bos is heel mooi en de leerlingen speelden er buiten. In het bos was er een kasteel en daar aten ze. De leerlingen sliepen in het koetshuis. En elke avond vertelde een leerkracht een verhaal. Gökhan en Emmanuel schreven het volgende, het vijfde van het klaverblad, ging ook mee. 42 leerlingen gingen op bosklas. Zakaria en Shirin kwamen pas één dag later. Tijdens de bosklassen waren twee leerlingen jaar, Merve en Sebastian. Sebastian werd één dag later ziek en moest naar huis. Shukran kreeg tijdens de bosklas een broertje, Ozan. Proficiat! Frans schreef over het stadsspel. Maandag trokken alle leerlingen naar Lokeren om een stadsspel te spelen. Het oplossen van de vragen was heel leuk. Sommige vragen waren wel moeilijk. Als leerlingen het antwoord niet vond, vroegen ze het aan de mensen op straat. Zo lukte het ook.